Kolpinghuis. Het Kolpinghuis is een zalencentrum gelegen aan het Nijmeegse Kwakplein. Het is in 1883 geopend voor de katholieke gezellenvereniging, geïnspireerd door activiteiten van de Duitse priester Adolf Kolping. De Nederlandse Kolpingafdeling begon als de Sint-Jozef gezellenvereniging, vandaar dat het beeld van Sint-Jozef aan de gevel hangt. Onder dat beeld zie je ook een gevelsteen. Dat herinnert aan een uitbreiding die het Kolpinghuis onderging. Het Kolpinghuis zoals het hier staat is namelijk niet het oorspronkelijke. Dat oorspronkelijke gebouw was in 1880 ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers. Maar het gebouw zoals hij dat tussen 1882 en 1883 heeft neergezet bleek al gauw te klein. Dus 7 jaar na de oplevering in 1890 werd het flink uitgebreid met een voorbouw. Overigens werd het pand in de beginperiode de Sint-Jozefshof genoemd. Maar de katholieke gezellenvereniging noemde zichzelf later de Kolpingvereniging. Daardoor werd het gebouw beter bekend als Kolpinghuis. In 1949 opende hier de Rooms-Katholieke School voor Ambacht en Techniek Dr. Poels haar deuren. De huidige school, het Rijks aan de Goffertweg, vindt hier zijn oorsprong. Ook toen landelijk de Kolpingvereniging na de Tweede Wereldoorlog door het teruglopende ledental werd opgeheven, bleef deze naam gehandhaafd. In 1985 werd het Kolpinghuis ingrijpend verbouwd. Het verenigingsgebouw werd een heus zalencentrum. Trouwens, in Nijmegen zit de enige nog bestaande Nederlandse Kolpingvereniging. Zij maken nog steeds regelmatig gebruik van het Kolpinghuis. Misschien moet ik eens een presentatie houden over het Kolpinghuis zelf. Het interieur van het Kolpinghuis is niet meer van deze tijd. Wat vinden jullie? Kolpinghuis!